krijg net een berichtje. Hij is er niet. Dat Jan Rezee, alias Ben Aso, wat later is. Nou, die godverdomme mogen we eerder kunnen vertellen. Hij zit nog in de kantine. Terwijl ze bij de winterstop hebben. Ja. Weet zijn vrouw ook niks van waarschijnlijk. Maar hij zit er in de kantine. Zijn vrouw, oh, ze doet toch nog wat. Zijn vrouw is te behalen. Oh, ze kan ook rijden, want ze is met de auto. Nou, hij heeft de vrouw via de zee met de auto. Maar het is wel zo, hoe dat ze erin komt. Nee, volgend jaar was. En we draaien ondertussen muziek hier. Gijs, wat kwam zo, kan dat? Vanmiddag pas het nieuw. Ja, sorry dat ik zo laat ben. Maar dat komt, ik was met mijn normaal Ed Beumans, had ik even in de kantine. Hadden we wat te vieren. We hebben grond gekocht in België. Ja, dat is niet duur, hè, grond in België. 4 zakken voor 10 euro. Voor degenen die het nog weten, ik ben Ben Aso. Ik zit in de WW. Daar hebben ze bij ons thuis met een paplepel in gedaan. Daar was ik met Engels maar tevreden geleden. Ik ben ook een jaartje arbeidsondergeschikt geweest. Ja, toen was ik geopereerd op de thermostaat. En asociaal, dat is heel onze familie. Ja. Met een zuster van 14 jaar, die tippelt. En ik slof. Nou had ze zelf een handtasje bij. En daar zat er pil in en de seksspelletjes. Nou, ik zie jou wel denken, 14 jaar en dan een handtasje. En dan nog mijn jongste zuster. Ik heb nog 10 zussen. Ons moeder had het altijd zo druk mee. Die had geen tijd om met de handen over elkaar te zitten. Met de billen trouwens ook niet. We hadden niet voor niks zoveel, joh. Maar het moest altijd. Het kost een paar placenta's, maar we hebben wel wat. En wij waren zo arm, hè. Dat was niet normaal. Wij hadden echt helemaal niks. Wij hadden zelfs geen armoede. Helemaal niks. Bij ons op school zijn ook de meeste kinderen. Ons pa mag wel een kindje kopen. Daar hadden wij geen geld voor. Dat moest ons pa en ma zelf maken. Ja. Maar het heeft ook wel voordeel hoor, om asociaal te zijn. Zou je die slokje nemen, Wendt? Ja, dan denk je dat maar mee terug, want die is dood. Het heeft ook voordelen om aso te zijn. Stel een rangen wij in de winkel staan bij de kassa, dan sluiten wij vooraan aan. En je gaat ritsen. Hey, nog even over dat mens dat mij hier net afzet. Dat is ons niet. Daar heb ik ook een koosnaampje. Ik noem ze altijd ons diva. Ons diva? Ja. Het is trouwens niet allemaal goud waar hier blinken. Oh ja. Ja, het is nog niet zo'n goede kop om er goede kop uit te zien. Om wat bij te verdienen, heb ik samen met mijn buurman, dus die Mart van der Bos, oh ja. Hebben we al 2 een hennepkwekerij begonnen. En wij hebben nooit getrammeld met de stroom. Over dat je hier wel afstappen, nooit. Ik tap bij mijn buurman af en mijn buurman tap bij mij af. Zomer zitten we altijd ook op de camping. Dan kwam ik vorig jaar voor het eerst op de camping. Bij de balie, waar je alles een beetje geregeld, heel die parkeerpapierwinkel. Toen zijn we naar de caravan gelopen, komen we over het eerste veldje. Het trekkersveldje. Daar was ik vroeger begonnen. Ik mag er ook niet meer aankomen de laatste tijd. Ze zegt, doe wel de ogen dicht.
Nou ken je toch stiekem natuurlijk met een oog. Ze maakten de burry-up los. Het waren net van die lamelletjes. Twee vielen er twee vormpjes op de grond. Ik zei er niet, we gaan niet meer in de zaandbak speulen. Maar de rest me toch een partij kwaad. Ik ben maar weer op bed gesprongen, dat heb ik niet gelukt. Ik kwam tegen een uur of vier, zo zat als een hond thuis. Ik riep, schat, hondenpool. Ja, zei ze, wat is het? Ik zei, niks, ik heb tegen de hond van de buren. Ik was zo zat, ik slingerde de caravan in. Ik had de deur een kusje en ik schroef. S'morgens werd ik wakker. Ik stond als dief al voor de spiegel. Pakte ze haar buikje. Ze zei, ik word al een beetje dikker. Pakte haar borsten. Ze zei, nou, die gaan ook al hangen. Ik krijg al wallen onder mijn ogen. Ze zei, ik ben wel een complimentje toe. Ze zei, nou, uw ogen zijn in ieder geval goed. Ik moet trouwens de belastingbel vandaag. Ze hadden zo'n blauwe brief binnen gehoord dat ik moest betalen. Mafkezen. Ik heb bellen, krijg zo'n vrouw aan de telefoon. Ik zeg eens Ali daar. Ze zei wie? Ik zeg Ali Baba. Ze zegt die werken niet. Ze geeft dan maar iemand anders van die 40 euro. Ons dief is de laatste tijd ook heel erg opstandig. Er komt lekker een vrouw op nou. Ja, tegenwoordig is ze allemaal jaloers. Ze reageert heel blamers tegen mij. Ze zei, kijk maar uit dat er geen geslachtsziekte oploopt. Ik zeg, zo waar. Enfin, toen was het ook weer zover dat ik moest gaan werken. Ja, ik bak bruin af met de vette galbier, de frietwagen. Zo, joh, die is zo. Die is zo vlug als dikke. Wat een rechterstrand. Oh, ja, dat sta je niet. Ik sta nog sneller als de heiland. Op een gegeven moment hadden we een stunter. Die twee frikandellen hingen laat naar binnen komt houden. Die kreeg ze voor niks. Komt Jacques van der Ring eraan. Ik zeg, oh jee, binnen een mum van tijd één door frikandellen weg. Nou weet ik ook waarom dat hij een emmer water onder zijn bed hebt staan. Alleen s'nachts zijn gebitten. Nou was het ook een uur of vier in de middag geworden. Ik zei tegen vette gehad, ik moet even naar het gemeentehuis. Mijn uitkering ophalen. Kom ik binnen, staat er bij het gemeentehuis boven de balie. Receptie. Dus ik ga naar de mens toe, ik zeg gefeliciteerd. Enfin, na een paar dagen kom ik toch weer terug op de camping. Zie ik A3 sprong al op. Ik zeg, even vannacht een nachtmerrie gehad. Ik donderde dat mijn schoolvoeten tot de nek in de beton stond. Dus ja, dat is geen nachtmerrie, je hebt alleen het beton besteld. Mijn schoolvoeten zat er ook bij. En die vertelde een paar weken, dat ze een paar weken terug een advertentie op internet had gezet. Met de tekst. Wie kan er mij in de laatste jaren van mijn leven nog wat warmte en licht geven? Twee reacties gehad. Eén van de Gasunie. De andere van Frans Bauer dat ze lid kon worden bij de Nederlandse Unie. We zitten er zo te praten tegen toch over onze schooltijd. Toen zei ze, Ben, hij was vroeger ook altijd de puber op de school. Hij zat meer bij de directeur in de klas. Ja, dat weet ik nog wel. Hans Tetter ook. Ja. Moest toen samen naar de Dirk. Hij zegt een Dirk, Hans, wat heb je gedaan? En dan zei ik, ik heb propjes tegen een bok gegooid. En Dirk zei, 200 strafregels. Hij zei, Ben, wat heb jij gedaan? Ik zei, niks meneer, ik heb snippers uit het raam gegooid. Hij zei, dan laat ik het nog bij een waarschuwing. Mee wordt er aan de deur geklopt. Dirk de Lopen staat er een ventje aan de deur, heel zijn kop kapot. Zegt de directeur, wie ben jij nou weer? Ja, Harry Snippers meneer. Ja.
tegen iedereen, dat doe jij toch? Ja, deze. Nou, na al dat bier drinken hier, moet ook wel eens uitrekenen. Dus ik vraag aan een vrouwke, hoeveel is het? Trek ze die geldlaai open. Zeg, wat doe jij nou? Had ik daar een verkerskop zien leggen? Ze zeg, dat weet ik niet. Zeg, onder die spiegel erin uit halen. Ik noemde ons vrouw altijd diva. Weet je wat hij gewoon betekent? Dat is een afkorting van dik verker. Dat was het.